Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft een werkgroep ingesteld die het jeugdparlement moet evalueren. Daarvoor is er een jaar uitgetrokken. Minister Reshma Kuldeep Singh zegt dat de jeugdparlementariërs ook worden betrokken bij de evaluatie. En ik heb nu een werkgroep ingesteld om te kijken hoe wij de verkiezingen anders kunnen doen, hoe wij projecten kunnen realiseren. En natuurlijk worden de jeugdparlementariërs die nu nog zitten, in feite is hun zittingstermijn verstreken, maar we betrekken ze erbij, dat zij komen nou met het heel plan. Want ik heb een jaar uitgetrokken voor de evaluatie, dus nu heb ik 5 maanden uitgetrokken. Dat zij volledig met het plan komen en dat we de president en dat we natuurlijk de RVM ook kunnen aangeven van dit is ons plan. De jongeren worden veel meer betrokken, de jongeren gaan veel meer op het veld, veel meer voorlichting. Dus dan, dat is ons plan een beetje. Natuurlijk moeten we het heel goed in elkaar zetten en dan gaan we eruit komen met ons plan. Naast de evaluatie van het jeugdparlement had het ministerie ook een kladonderzoek aangekondigd van het Nationaal Jeugdinstituut. De minister over de status hiervan. Dus wat er is gebeurd is, we hebben een kladonderzoek ingesteld en we hebben klad gevraagd om een onderzoek voor ons te doen. Maar wat klad vraagt is dat we specifiek moeten aangeven wat wij onderzocht willen hebben. Dus wij hebben het financieel gedeelte willen wij onderzoeken. We willen kijken wat er met het geld van de projecten is gebeurd. En nu zijn we eigenlijk bezig, want wat er gebeurde, ik had de vorige directie aangegeven dat zij dat onderzoek voor me moeten klaarstellen. Maar ik heb gezien dat er niks uit de bus kwam, dus ik heb een andere directie benoemd. En nu heb ik een werkgroep ingesteld die het verslag voor mij gaat opmaken. En dat ik volledig dan naar klad ga sturen, precies specifiek wat ik nodig heb en wat ik niet nodig heb. Maar het gaat namelijk om het financieel verslag. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. De zittingstermijn van het jeugdparlement is intussen al enkele maanden verstreken. De bewindsvrouw wil dat dit orgaan zich veel meer gaat inzetten voor de jeugd.